Welke ukulele moet ik nou kopen? Ja, dat is natuurlijk wel bijna de standaardvraag die ik bijna dagelijks krijg. Ja, je moet er eigenlijk zelf eentje kiezen, zou ik zeggen. Maar ja, de keuze maken is zo moeilijk. Dus ja, je kunt natuurlijk met een instapmodel beginnen. Bijvoorbeeld de NUC 310. Dat is een prima instrumentje. Voor een zeer gunstige prijs, want er zit ook een mooie slaapzak bij. En het instrumentje is gewoon mooi afgesteld op het ukuleleplein. Dus goed bespeelbaar. Het klinkt aardig. En ja, voor dat geld kun je natuurlijk niet ukulele verwachten met allerlei kekke dingetjes. Maar... het is gewoon echt een goed leerinstrument, een concert. En het ziet er eigenlijk nog best wel redelijk leuk uit, zeg maar. Want er zit ook een tekeningetje op. Ik zal hem even laten horen. Klinkt best aardig door. Nu is er natuurlijk wel van alles aan gedaan om dat ding betaalbaar te maken. Dus redelijke goedkopere knoppen. Ja, een goedkope bouw. Het hout is natuurlijk niet het allerduurste hout. Maar stel je voor, je legt een paar tientjes bij. Hè? Als je denkt van nou, ik denk dat ik het toch wel echt wel leuk vind. Dan heb je zeg maar voor een paar tientjes heb je een ukulele. Die er echt wel iets meer leuker uitziet. Kijk. Die stemknoppen die zijn bijvoorbeeld al wat beter, zeg maar. Of wat mooier. Dan heb je ook een houtsoort wat anders. Wat bijvoorbeeld anders is. Dit is een acacia. Een acacia is zeg maar een soort familie van koa. Want een ukulele bestaat... is ook wel... befaamd komt uit Hawaii en door zijn hout, koa hout. Een acacia is eigenlijk een soort koa wat dan ergens anders groeit. Maar deze is zeg maar rond het klankgat heel mooi afgewerkt. Die snaren zijn anders weggewerkt en voor een paar tientjes heb je dus echt een leuke upgrade. Hier die binding, je ziet het niet goed, maar dit is echt een heel mooie houten binding. En hier op het fretboard, daar echt heel mooie palimoer inlay en dat betaal je echt maar ja, voor het geld vergeet je, hè? Maar de ukulele, daar moet je iedere dag naar kijken en iedere dag op spelen. En hoe klinkt die? Die klinkt natuurlijk net iets anders door het hout. Dus je kunt ook gaan voor een iets mooiere klank die beter bij jou past. Het geluid zit vooral dadelijk als met strummen, dan hoor je dat blad een beetje trillen. En dan komt het karakter van die ukulele naar voren. Er zit nog wel meer sustain in dan in die mahoniehout gelamineerde. Ja, er zijn natuurlijk nog wel andere modelletjes van Flight die een beetje familie zijn. Ja, er zit een iets betere zak bij. Je krijgt allemaal net iets meer voor je geld. Kijk, hier zit een iets groter voorvakje op. Dus daar dan weggelaten. Het zit voor alles voor zijn geld. Hè? Dus geef jij 5 euro meer uit aan een ukulele,
Dan krijg je ook voor 5 euro meer. Kijk, dit is weer net een andere tas. Net iets dikker dan deze. Dus ja, het is wel alle twee een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Maar ja, voor iets meer krijg je ook meer. Dus dat is ook een beetje bij de ukuleles. Geef je 5 euro meer uit, dan krijg je 5 euro meer. De looks, of iets meer geluid, of iets meer kwaliteit. En succes met het vinden van jouw perfecte ukulele. En trouwens, volg mijn kanaal, hè, want hier komen echt heel vaak leuke ukuleles voorbij. Hè? Volg mijn YouTube-kanaal.